De pH-waarde is onder de 7,2, dus voeg ik dit pH-plus product toe om de waarde te corrigeren naar een ideale waarde tussen de 7,2 en 7,6. Wil je de pH-waarde verlagen, dan gebruik je de pH-min. Laat de zwembadpomp nu gedurende 24 uur goed filteren. Herhaal de test nog eens om te controleren of de pH-waarde nu in orde is. De pH-waarde van mijn zwembadwater is nu goed.